twee, drie. Ops. Zomer 2011. Een ervaren duikteam gaat op reis met de commandant Fourcault. 10 wrakduikers, 5 biologen, 2 fotografen en 2 filmers aan boord van een stoer expeditieschip met een 9-koppige bemanning. Ze vertrekken uit Antwerpen. De vrijwilligers van het project Duik de Noordzee Schoon hebben hun zinnen gezet op de Klaverbank en de Doggersbank, unieke natuurgebieden in de Noordzee. Al 20 jaar zijn er plannen om ze te beschermen, maar bijna niemand weet welke dieren er leven. Duikers komen er nauwelijks. En ook onderzoeksschepen zijn zeldzaam in deze ver afgelegen gebieden. De Noordzee is een van de meest extreme zeeën ter wereld. Er is veel stroming en het water is vaak troebel. Bovendien kan het er behoorlijk spoken. Expeditie Doggersbank gaat op zoek naar de biologische waarde van deze 2 toekomstige natuurgebieden. Hoe urgent is de bescherming van deze gebieden? De biologen onderzoeken het zeeleven op 10 verschillende wrakken en de zandbodem. De wrakduikers maken de wrakken, belangrijke kraamkamers en schuilplaatsen van de dieren, schoon van vistuig dat door vissers is verspeeld. Ook bevrijden ze de nog levende dieren die onbedoeld verstrikt zijn geraakt. Klaas niet. Klaas heeft alleen maar nagedacht. Ik heb een hele duikplanning gemaakt. Ik wil 10 keer gewoon vandaag. De zeearend commandant Fourcault. We hebben duikers aan boord. We gaan nog enkele duiken doen. Een aantal dagen. En nadien de crew in Scheveningen aan land brengen. Over. Voor mij is dit eigenlijk een hele exotische bestemming. Het is lastiger voor een filmmaker en voor een fotograaf, denk ik, om hier beelden te halen dan om dat in Papua te doen of zo. De logistiek hier is zoveel gecompliceerder dan aan het andere eind van de wereld. De golven zijn hoger, de stroming is harder, het regent harder, de wind is harder. Het is allemaal meer en grootser eigenlijk, hoewel het eigenlijk een zeetje van niks is hier. Daar heb je gewoon een schip voor nodig, mensen die snappen hoe duikspullen in elkaar zitten. Je hebt een kok nodig voor lekker eten, iemand om de boot te besturen. En je hebt een paar van die maloten als mijzelf nodig, die als ze onder water zijn, kunnen inschatten wat de waarde is van bepaalde beesten onder water. Aan boord ontstaan er al vroeg 2 kampen, wrakduikers en biologen. De biologen zijn constant op jacht naar beestjes. Het maakt ze niet uit of ze op een wrak duiken of op het zand. En de wrakduikers verzorgen de techniek en willen vooral bijzondere wrakken zien. De biologen proberen iets technisch uit. Heel ingewikkeld allemaal. De biologen weten zeker wat ze moeten doen. Echter, voor hun is het duiken natuurlijk een tool om hun ding te doen. Maar daarbij gaan er ook nog steeds technisch duikers mee die de hele boel begeleiden. Het zou leuk zijn als we een oud schip aantreffen wat mooi begroeid is of waar nog weinig van bekend is. Ja, en wat betreft de biologen, dat zij ook een stukje naar boven weten te halen van dieren die ook nog niet bekend zijn. De duikertjes op de kaart markeren alle duikplaatsen van de expeditie. De duikers maken op weg naar de Doggersbank een aantal duiken. Dat doen ze enkele keren per dag op de kentering. Dit is de uiterste stand van hoog en laag water en dan is er weinig tot geen stroming. Nou, als eerste buddypaar gaan Wouter en ik. Wij gaan riel nemen mee. We gaan het ankertje vastzetten en we gaan bergen. Ze nemen een zak mee en een hefrol.
De duikers maken een verkenningsduik op het boorplatform The Ocean Prince, gezonken in 1968. Eén nachtduikje maken. Even verkennen voor morgenochtend. We zijn het laatste buddypaar en wij gaan de riel weer naar halen. Het zicht is hier meer dan 10 meter. Het boorplatform is rijk begroeid. Er komen op 30 meter diepte zelfs wieren voor. Een bevestiging dat het zonlicht hier diep kan doordringen. De constructie van het boorplatform is goed herkenbaar. Tongscharren leven op een harde ondergrond, zoals grind, schelpen en wrakdelen. Opmerkelijk, de meeste soorten platvissen leven in het zand. Deze mul zoekt een schuilplaats achter de dodemansduim, de enige Nederlandse koraalsoort. Dodemansduim vormt een kolonie van heel kleine polypjes. Vlak voor de Nederlandse kust is deze soort nauwelijks aanwezig, maar hier, verder naar het noorden, leven ze in grote getalen. De golfhoogte is opgelopen tot 2,5 meter. Behalve uiteindelijk de deining is wel heel, heel verschrikkelijk voor de duikers voor in de kooi te komen. Jammer genoeg, omdat we moeten opruimen, moeten we voortdurend reservetijd rekenen voor het losmaken, alles goed op orde brengen. Ah. Echt super. Mooie pijlers, mooi begroeid. Ja, maar wel diep, hè? We zaten op 30 meter en we kunnen nog veel dieper. Geweldig. Dit is een soort Eiffeltoren. Je ziet er gewoon allemaal palen. Gaan links en rechts gaan ze alle kanten uit. Helemaal begroeid, dodemansduim. Dahlia's, anjalieren natuurlijk. Maar ik denk dat we bij elkaar 6 soorten zeenakslak hebben gezien. Kom je binnen, dan zie je het schip echt zo. Hi. Cool, hè? Peter onderzoekt de monsters die hij van de zeebodem heeft meegenomen. Biologen die weten eigenlijk heel goed waar ze voor gaan. En die weten hele kleine dingetjes te waarderen. Normaal als duiker zwem je over die kleine dingetjes heen. En ik denk dat wij die finesse niet hebben die zij hebben. Mijn pakje aan is meer de techniek. En zo heeft iedereen zijn specialiteit hier aan boord van het schip. We hebben wrakduikers en wat ander spul. Ja, wat ander spul kun je het beste samenvatten als bioloog, denk ik. Ja, ongedetermineerd spul. Ja, precies. Ja. Maar die kun je herkennen aan zo'n plakketje achter hun oor. Ja. Mijn camera klaarmaken vanmorgen, want vanmorgen ben ik nooit zo heel erg fit. Dus dan zet ik maar liever even s'avonds in elkaar. Nou, ik controleer altijd voor iedere... Als ik een poort wissel, dan gaan de ringen eruit, wordt opnieuw ingevet, gecontroleerd of er niks is, geen haren, zanddeeltjes of andere troep tussen zit. En dan netjes in elkaar zetten. De volgende ochtend is het team op de Doggersbank aangekomen. Harold en Ben hebben een klein wrak uitgekozen. Pim zoekt al een uur met de sonar naar het wrak. Hij kan hem niet vinden en over een half uur valt de kentering. De duikers worden ongeduldig. Nou, ga hier in de buurt naar een ander wrak wat groter is. Dan is de trefkans groter. Want je zit ook binnen een bepaald tijdspad, moet het gebeuren. Want op de kentering, rondom de kentering, moeten we dat wrak gevonden hebben. Maar de biologen denken daar anders over. Nou, wij hebben geen wrak nodig om een duikje te maken. Behalve dat ze het wrak niet kunnen vinden, krijgt het team er nog een andere uitdaging bij.
Er is een klein probleempje met de grote compressor. En daar is Eddie mee bezig. De bemanning is er nu eigenlijk een beetje mee bezig om een vierde trap eraf te halen. Die zit aardig vastgerold. Die krijg je niet zomaar los. Het is een zwevende klep, dus volgens mij kun je gewoon los. Die kun je stokken zetten, gewoon opmeten. Hoe werkt nou het precies? Nee, dat wil ik niet weten hoe het werkt. Kun je heel klap of niet? Kun je klap geven dan op? Nou, dat kan je dat doen met deze buffer. Gelukkig is er een kleine reservecompressor aan boord. Hij moet druk opbouwen, we gaan eens kijken wat hij doet. Hey. De duikflessen kunnen weer worden gevuld. Ja, perfect. Hij ligt erop. Ja, goed. Ik zou hem al omgekleed hebben, ik weet niet waar jullie op wachten. Was het lastig om deze te vinden, Pien? Ja. Heel erg klein trakje om te zien. Kijk maar, hier kun je hem zien. Dat is maar een heel klein beeld. Het duikteam duikt op het wrak van de Jeannette Christina. Een door brand gezonken Deens viskottertje. Het ligt in het meest noordelijke puntje van het Nederlandse deel van de Doggersbank. Duikdiepte 30 meter. De duikers haasten zich. Het is ruim een uur na de kentering. De stroming valt gelukkig erg mee. Het is een groot verschil met de stroming in de smallere zuidelijke Noordzee. Vergelijkbaar met een trechter waar het water moeilijk doorheen kan. Een opdoemend wrak is iedere keer een sensatie. De Doggersbank onderscheidt zich van de ondieptes dichter bij de Nederlandse kust. Het zoute water wordt niet gemengd met zoet, sedimentrijk rivierwater. En het zicht kan hier oplopen tot wel 30 meter. Als de duikers over de rand van het wrak kijken, is het net alsof ze 50 jaar terugduiken in de tijd. Toen leefden op alle wrakken in de Noordzee zulke grote scholen kabeljauw. De biologen maken foto's van hun vondsten. De wrakduikers hebben een andere klus gekregen. Zij snijden netten los van het wrak. Het afval stoppen ze in grote zakken. Belangrijk werk, want in die netten raken de bewoners van het wrak verstrikt. Zijn aangekomen, een heel stuk rijker dan hiervoor, de vorige duiken. Het is ongelooflijk leuk. Dat rode dingetje hier, dat is een zakpijp die ik in ieder geval niet voor Nederland ken. Zoals de soort is die ik denk dat het is, dan dat zou een nieuwe soort voor Nederland kunnen zijn. Als alle duikers veilig terug zijn aan boord, haalt de bemanning de zware zakken vol met netten op en de rest van de spullen. Nou ja, we hadden eigenlijk gedacht dat hier niks zou zijn, omdat we overal 250 kilometer vandaan zitten. Maar we hebben staand wand gezien, boomkornetten en vislijnen. Loodjes, flubberdingetjes, aasjes, haken, alles is hier gewoon te vinden. Ongelooflijk. Je vraagt, waarom gaan die mensen helemaal hierheen om te vissen?
De biologen geven de wrakduikers uitleg over de Noordzeekrabben. Wat heeft hij al de statie dan? Dat zijn eitjes. Eitjes, hè? Je kunt aan de begroeiing op het schild zien of ze echt al heel lang vast hebben gezeten. Je ziet hier wat zeepokken erop zitten, dat is niet zo vreselijk veel. Hier ook een anjelier, twee anjelieren. Dus deze heeft een, waarschijnlijk als je al vast heeft gezeten, niet meer dan een paar maanden vastgezeten. Maar af en toe dan zie je ze echt met zoveel aanslag erop, dat je met zekerheid kunt zeggen dat ze er al zeker een jaar of langer in vast hebben gezeten. En dan mogen ze weer zwemmen. De wrakduikers hebben nog wat goed bedoelde tips voor de biologen. Arjen, ik wou je dus een goede tip geven. Ga gewoon veel netten snijden. Je neemt een enorme verzameling mee. Kun je al die potjes kun je thuis laten. Ze blijven gewoon aan je pak hangen. Ja. Dus, je hoeft maar aan je kruis te graaien. Ja, ja, je kruis te graaien en ik heb, ik heb al die sedimentjes dus bij de hand. Geen stroming. Eindelijk. Kentering goed uitgeleverd. Hoop lood. Hoop krabben. Hoop lol. Iets de tweede keer van mijn leven gebeurd. De laatste keer was 4 jaar geleden. Wat is er gebeurd dan? Het dopje zit erop. Oh, het dopje zit erop. Hoe kan dat nou? Ik heb hier heel erg de schurft over in. Nooit meer doen. Shit man, verhalen. Wat dat betreft hebben we hier nog wat te leren, want voorbereiding is halwerk. We kijken naar een dier wat wij net hebben gefilmd of gefotografeerd hebben op de Doggersbank. Dit is in Nederlands heet het een oprolkreeft. Deze is waarschijnlijk weer een nieuwe. Het team is nu al 7 dagen op zee. De honden hebben er genoeg van. We gaan als we lang ergens zijn, buiten de havens en we liggen midden op zee, dan nemen we die honden zo mee om uit te laten op het land. Dus nu denken ze van, oh, we gaan wandelen. Kijk. De biologen zoeken op welke beestjes ze hebben waargenomen. Deze kruisen ze aan op een formulier. Rob en Klaas, twee wrakduikers, doen ook een poging. Darm hier? Nee. Hopen visnetten die wel. Een zakspons? Jawel. Zijn aan jullie? Ja, dat kan bijna niet missen. Die waren wel redelijk aanwezig. En dat is ook heel leuk, hè? Want dat geeft toch aan dat die wrakken niet alleen de grote kabeljauw huisvesten, maar ook de kraamkamerfunctie hebben. Dat is gisteren ook. De volgende duik op de Doggersbank is op het zand. Het is hier 30 meter diep. De duikers hebben deze nieuwe duikplaats Ben's Flat genoemd. Een eerbetoon aan de expeditieleider. Hier doen de biologen weer een heel bijzondere ontdekking. Een spons die dankzij de stroming beestjes kan vervoeren. Zag je van die sponsen voorbij komen. Dat was echt heel snel met de stroming. En die bleven maar rollen en rollen en rollen en rollen. Deze sponsen zijn duidelijk aangepast om op deze manier zich over het zand te verplaatsen. En dan is het voor de rest erg leuk als je dus goed naar zo'n spons kijkt, dat er allemaal beestjes weer op die sponsen zitten. Zoals brokkelsterren, kleine slangsterretjes. Dit zijn gewoon de taxis van de Doggersbank, zullen we maar even zeggen. Beesten die normaal alleen maar op hard substraat, bijvoorbeeld die wrakken voorkomen, die verplaatsen zich waarschijnlijk tussen die wrakken door lekker op zo'n spons te gaan zitten. En het is gewoon een heel goed gevoel dat je gewoon als een van de weinigen hier op het zand op de Doggersbank als duiker gelegen hebt. Ja, dat is echt uniek. Het expeditieteam heeft de Doggersbank verlaten en vaart nu op de Klaverbank. Ben praat de pers kort bij. We zijn helemaal boven in de Doggersbank geweest. We hebben mooie resultaten geboekt. We hebben nieuwe soorten zijn gevonden door de biologen. Dus het zag er allemaal heel mooi uit. We hebben op een paar boorplatforms gedoken. We hebben op wat wrakken en eromheen op het zand gedoken. Wij bevinden ons dus nu op de Klaverbank. De Klaverbank is het enige gebied in de Nederlandse Noordzee waar grind op de bodem ligt. Dit is ontstaan als eindmorene van de gletsjer in de voorlaatste ijstijd, die ongeveer 10.000 jaar geleden eindigde. Op grind, een harde ondergrond, leven andere soorten dan op zand. Door de aanwezigheid van het grind is de biodiversiteit hier hoger dan op de zandbodem van de Doggersbank. Veel grind is verzand. Als de duikers het zand wegblazen, komen de kiezels tevoorschijn. De grootste steen die de duikers hier zien, heeft een doorsnede van 0,5 meter. De
De diepte van de klaverbank varieert tussen de 30 en de 50 meter. Hier is het 40 meter diep. Het zonlicht kan daardoor niet goed doordringen. De meeste wrakduikers zijn aan boord gebleven. Die hadden geen zin in een duik op het zand. De biologen hebben allemaal gedoken. We waren allemaal weg, hè? Nou, maar ja, dat is die andere groep, hè. Die zijn er gewoon niet zoveel gewend. Stel je biologen moet het allemaal nou weer doen. Het expeditieteam verlaat na de duik de klaverbank. Dus we hebben in ieder geval een naaktslakje hier op het scherm staan. Ja. Nu dus voor Nederland gedetermineerd. We wisten natuurlijk al dat er enige een zachte koraal was in de Noordzee, ook in Nederland, de Dodemansduin. En daar zit hier een heel mooi beestje op, een kauri. En waarschijnlijk is dit zelfs een nieuwe soort voor de Noordzee. De biologen geven deze soort de naam stiefelslak, afgeleid van de naam van de expeditieleider. De eerste kentering valt vandaag al om 7 uur. Ik ga nu al het water in, lekker hè. Ik heb goed gegeten. En ik vond het prima. Oké. Ja, we hebben gisteren op dit wrak gedoken. De Alpha A. En ook al zitten we een heel eind bij Nederland vandaan, we kwamen er toch achter dat er een groot staand wand op het net stond met zulke kabeljauwen erin. Allemaal dood, heel veel krabben erbij, hartstikke zonde. Dus we hebben besloten hier vannacht te blijven en vandaag een bergingsduik ervan te maken om kabeljauwen en het staand wand alles op te ruimen. Ik ben hartstikke tevreden. Het was best een uitdaging, want iedereen moest om 6 uur zijn nest uit. Maar al met al hebben we keurig op de stromingsluwe periode weten te duiken. Iedereen is weer veilig boven en de netten zijn geborgen. Er komt een hele stapel staand wand boven met allerlei dieren die nog even losgesneden moeten worden om weer overboord te gooien. En men duikt er allemaal op uit enthousiasme, dat is natuurlijk hartstikke goed. Weet je, dat Noordzeeduik, hè, dan begin je toch overal wel een beetje pijntjes te krijgen. Als je dat dag in dag uit doet, dan krijg je allemaal stramme spieren. Potverdikkie jongens, linearis. We hebben een... Gewone inheemse Nederlandse soort. De enige inheemse Nederlandse soort. Die ik nog nooit in Nederland heb gezien. Die overleeft alleen maar op scheepswrakken, jongens. Wat een verhaal. De duikers komen langzaam terug in de bewoonde wereld. Dit keer staat Peter de pers te woord. Is het natuurlijk bijzonder dat we in Nederland binnen een paar dagen met een paar mensen zoveel nieuwe soorten kunnen toevoegen aan de lijst. De wrakken die geven heel veel hard substraat waarop van alles nog wat kan groeien. Maar ook de klaverbank en de doggersbank in verband met een hele typische bodemgesteldheid. Dat gewoon gebieden moeten zijn die beschermd worden. We zijn gelukkig goed voorzien hoe we alle tegenslagen kunnen opvangen en alle reparaties kunnen doen die nodig waren. De oplopende golfhoogte eist zijn tol. Het is een nadeel dat ik zeeziek word, maar het hoort erbij. Omdat de duik is zo fantastisch. Als je op zo'n wrak aankomt of ook gewoon op de klaverbank. Ik vind het gewoon geweldig. Het einde van de expeditie nadert. In slechts 17 duiken hebben de expeditieleden minstens 10 nieuwe soorten ontdekt en een aantal wrakken schoongemaakt. Dat je als sportduiker dus zo ver op de Noordzee zulke mooie duiken kan maken, vind ik echt heel mooi. En dat we daarbij dus ook en nieuwe soorten en toch een hele grote soortenrijkdom hebben kunnen vinden op de Noordzee, vind ik een prachtig resultaat. Het nieuws gaat door Nederland als een lopend vuurtje. Het expeditieschip is nog niet in de haven of de pers is al aan boord. Ik zou zeggen, zeker voor de Doggersbank en de Klaverbank, laten we nou daar een aantal plekken van zeggen van jongens, laten we daar alsjeblieft niet meer gaan vissen of een boorplatform neerzetten of whatever. Hoe minder menselijke activiteit, hoe beter. Want als daar zo af en toe één keer per jaar een stel duikers komen om te zien wat op het water is, dan zou ik dat hartstikke mooi vinden.